Dames en heren, ze staan er klaar voor. Ja. De Efteling muzikanten. Ja. En voordat we gaan spelen. In het Efteling Theater is nu een nieuwe musical te zien. Daar ga ik u wat over vertellen. Want dames en heren, reis met ons mee naar een prachtig Italiaans dorpje. Waar de vriendelijke timmerman Geppetto woont. Een timmerman die al maanden timmert aan een grote houten pop die hij Pinocchio noemt. Stiekem dromend van een eigen zoon. Als dan op een dag een vee Pinocchio tot leven tovert, kan Geppetto zijn geluk niet op. Nou ja, voor heel even dan. Want goed luisteren doet Pinocchio niet. Hij wil liever op avontuur de gekste dingen meemaken. De hele wereld bij de neus nemen. Maar ook Pinocchio draagt een grote wens met zich mee. Deze ondeugende houten pop wil eigenlijk het allerliefste een echt jongetje zijn. Maar of dat sprookje uit zal komen? Kom naar het Efteling Theater en geniet van de vrolijke sprookjesmusical Pinocchio. Een bijzonder ondeugende avontuur voor en door kinderen. Want iedere voorstelling spelen er 30 kinderen mee in de voorstelling. Dus kom dat zien. En omdat Pinocchio zo van dansen houdt, zingen we daar een heel kort liedje over. Ook ben ik dan van hout, ik hou van dansen. Hier een schroef en daar een bout, maar hou van dansen. Heb de wereld te ontdekken, zoveel nieuwe plekken. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Stijver dan een plank, maar hou van dansen. Blijf niet zitten op de bank, want ik wil dansen. Heb nog zoveel om te leren, zoveel te proberen. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Dank u wel, dames en heren.